Peter Verdort vraagt de wethouder vanavond om opheldering over de mogelijke verkoop van dit gebouwtje in Park Merwestein. De stichting die zich inzet voor behoud van het park luidt de noodklok. We hopen dat de desbetreffende wethouder tot inkeer komt en beslist om dat plan terug te draaien. Want uiteindelijk, dat hebben we ook gecommuniceerd, gaat het maar om 9000 euro per jaar. Wat is dat nou op een gemeentebegroting? Het gebouwtje is nu in gebruik door de onderhoudsploeg. Maar Stadsbeheer wil alle materialen en gereedschappen verplaatsen naar de Kerkenplaat. Wij denken dat er gewoon minder aandacht komt voor onderhoud van het hele park. Want we denken dat ze al met de reistijden al zoveel tijd kwijt zijn dat het ten koste gaat van wat ze hier zouden kunnen besteden aan onderhoud. Het gebouwtje is een gemeentemonument, gebouwd net na de oorlog en hoort bij het park. Maar niet alleen het huisje, ook een stuk grond eromheen zou moeten worden verkocht. En wij als stichting willen eigenlijk dat de grenzen van het park absoluut niet geschonden worden. Het is een monumentaal park. Het heeft ook de status van gemeentemonument. En we willen graag dat het gewoon zo behouden blijft zoals het nu ook is. Als het gebouwtje leeg komt te staan, zou het een leslokaal kunnen worden voor schoolkinderen. De stichting denkt aan educatieve samenwerking met het Wijzigpark. Maar je kan er ook een expositieruimte van maken. Horeca wil de stichting niet. Dat verstoort de rust en zorgt voor rommel in het park.